eindelijk een toekomst voor mijn kleinkinderen. En ik zal natuurlijk het allerbeste van mij geven, want ik word opnieuw mama, zeg maar, bij wijze van spreken. Mijn geluk kan niet op. Het is gewoon eigenlijk onbeschrijfelijk. Na zo'n lange strijd heb ik uiteindelijk eigenlijk, kan ik ze veilig thuis brengen. Ze zei: mama, ik zit hier nu vast, dus ze horen ofwel bij mij ofwel bij u. En ze is natuurlijk super blij. Ze zei: eindelijk, nu kan ik ook een beetje rustiger worden.